Ethiopië lijdt al 40 jaar onder extreme droogte. Veel mensen in het zuiden zijn afhankelijk van landbouw, maar door de droogte is er een tekort aan water voor mens en dier. Boeren hebben bijna hun hele veestapel verloren. Maar liefst 86% van de dieren in het zuiden van Ethiopië zijn gestorven. De gevolgen zijn zo extreem dat de regen die nu valt nieuwe problemen veroorzaakt. Het water wordt niet opgenomen en dat zorgt voor overstromingen. Doorkas maakt mensen weerbaar tegen droogte. Zo leggen we speciale vijvers aan die tijdens het regenseizoen water opvangen. Dat deden we ook in de regio Argane. Door het slim opvangen van het regenwater was er genoeg water beschikbaar voor het vee en de gewassen. Daardoor kon Houssan Yarso alsnog avocado's, kolen en uien oogsten. Maak mensen in nood weerbaar tegen de extreme droogte. Doe mee via doorkas.nl/droogte.